winnen is dat we voornamelijk heel erg hebben gefocust op de betrouwbaarheid. Want in voorgaande jaren is het al vaak genoeg voorgekomen dat ons team eigenlijk geen resultaten had neer kunnen zetten. Omdat ze toch weer ergens problemen kregen, er ging iets kapot of wat dan ook. En onze grootste focus is toch wel gewoon focussen op die betrouwbaarheid. Want de efficiëntie, wat daar draait de race om, die hebben we al. De verbeteringen zijn vooral plaatsgevonden binnen de auto. Dan praten we over de versnellingsbak, de aandrijfassen, elektrische circuitborden. Maar denk ook daarbij aan het stuurwiel, efficiënter gemaakt. Ook we hebben een nieuwe fuelcel, dat is eigenlijk het hart van de auto. Die is helemaal verbeterd. De nieuwe fuelcel die we hebben is efficiënter. En ook beter bestand tegen hoge temperaturen bijvoorbeeld. En de elektronica in de auto is allemaal een stuk betrouwbaarder gemaakt. Bij het elektronica subteam waar ik dus in zit, was dat ook onze voornaamste focus dit jaar, de betrouwbaarheid. Aan de buitenkant, zoals je ziet, hebben we van allerlei nieuwe stickers erop geplakt. Dus veelbelovend. Het grote voordeel van waterstofauto's is dat ze heel erg duurzaam zijn. Onze auto stoot bijvoorbeeld alleen maar water uit. Nu zijn er diesel, benzine en batterij. En dat is niet heel erg duurzaam. Dus deze auto is ook echt de auto van de toekomst, als het ware. Mijn rol binnen Green Team Twente is externe betrekkingen. Ik vind het altijd leuk om graag andere activiteiten nog te doen naast bijvoorbeeld de studie. En dit biedt heel veel kansen om mezelf te ontdekken en te leren. Ik heb besloten om mee te doen, omdat het mij heel gaaf leek om mee te werken aan zo'n groot project. En toen ik een klein meisje was, toen besloot mijn vader om een gewone auto te gaan bouwen. En toen dacht ik altijd van, oh, dat vind ik zo vet, dat wil ik ook een keer doen. En toen kwam ik hier in Enschede studeren en toen kreeg ik daar gewoon de kans voor. En dan ook nog eens zo'n duurzame auto, want we moeten natuurlijk wel aan de toekomst denken.